Welkom, jullie gaan kijken naar Ook Muizen gaan naar de hemel. Ik ben Leonor. En ik ben Martijn. Ja, en jullie gaan ons niet zien in de film, maar jullie gaan ons wel horen. Ja, want ik heb de stem van de vos Whitebelly ingesproken. En ik het muisje Wizzy. Ik ben nergens bang voor. Ja, jullie wegwezen. Snel. Daarin. Whitebelly en Wizzy komen in de dierenhemel terecht. En daar gaan ze samen een heleboel avonturen beleven. Ja, maar dat is nog best wel lastig, want Wizzy en Whitebelly vinden elkaar eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nee. Maar ze komen er langzaam achter dat ze toch niet zo anders zijn dan ze denken. Ik zal je loslaten, maar niet schreeuwen. Hè. Deze film is heel bijzonder, want er zijn poppetjes gemaakt. En die poppetjes hebben ze in de studio kleine bewegingen laten maken. En elke keer nemen ze een foto. En zo nemen ze duizenden foto's na elkaar. En daar maakt dan de computer, die maakt daar dan een mooie film van. Oké, kom je nog mee of niet? Wortelhaar? Wij hebben de rollen van Whitebelly en Wizzy ingesproken. En dat hebben we gedaan in een studio, bij een microfoon. En dan is daar ook iemand die daar iets over uitlegt. Ja, tuurlijk. Daar is onze stemmenregisseur. Want de film is oorspronkelijk in een andere taal gemaakt. En wij hebben de film in het Nederlands ingesproken. En die stemmenregisseur die vertelt ons het verhaal. Die kijkt samen met ons naar de beelden. En dan spreken wij de film opnieuw in, terwijl we naar de film kijken. Ja, en dan zegt de regisseur van het moet een beetje meer zo, of het moet een beetje meer zo. En dan doen wij dat. En dat is wat jullie nu te zien krijgen. En horen. En horen, vooral, ja. Niet mijn schuld. We werden aangereden door een auto. Kom niet in mijn buurt. Ik wil niet gevolgd worden door een vos. Zelfs niet als ik dood ben. Maar wat wel heel belangrijk is, vind ik, is dat je... Het gaat heel erg over bang zijn en angst te hebben. Maar vooral hoe je die moet overwinnen. Ja, en dat doe je niet zomaar alleen. Daar heb je vrienden voor, of familie, of kennissen, of misschien wel vreemden. Maar je bent nooit alleen. Dus als jullie straks tijdens de enge stukken een beetje bang worden, je bent nooit alleen. Dus je hoeft nergens bang voor te zijn. Nee, kijk maar om je heen en kijk maar bij wie je veilig voelt. En misschien kan die jou wel helpen om over je angsten heen te komen. Veel plezier!